Bij een hypotheek betaal je maandelijks een deel van je schuld terug, je aflossing. En betaal je rente over je restschuld. Samen zijn dit je bruto maandlasten. Een deel van de betaalde rente kun je mogelijk terugkrijgen van de overheid, de zogenaamde hypotheekrenteaftrek. Wat overblijft zijn je netto maandlasten. Wie als starter gebruik wil kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek, kan kiezen uit twee hypotheekvormen. Een annuitaire en een lineaire hypotheek. Bij een annuitaire hypotheek los je in het begin relatief weinig af. Je rente over de schuldrest is daarom hoger. Maar hiervan krijg je mogelijk een deel terug door de hypotheekrenteaftrek. Je start dus met relatief lage netto maandlasten. Starters kiezen vaak voor deze vorm. Bruto blijf je maandelijks tijdens een rentevastperiode hetzelfde bedrag betalen. Doordat je met de tijd meer gaat aflossen, wordt de rente die je betaalt dus relatief kleiner. Hierdoor heb je minder hypotheekrenteaftrek. En stijgen je netto maandlasten gedurende de looptijd. Bij een lineaire hypotheek start je met relatief hoge maandlasten. Je betaalt een gelijk deel als aflossing. Je moet dus zorgen dat je ook in het begin genoeg financiële ruimte hebt. Maar omdat je vanaf het begin een gelijk bedrag aflost, wordt je schuld snel lager. Je betaalt dus steeds minder rente. Over deze rente kun je ook nog hypotheekrenteaftrek krijgen. Kortom, bij een lineaire hypotheek dalen je bruto en netto maandlasten gedurende de looptijd. Overweeg goed welke hypotheek het beste bij jouw financiële situatie past.